Ja, ja. Ja. Gezellig. Ik vind u echt een enige combinatie. Ik ook. Ja. Dat vind ik ook. Ja, het past ook met elkaar, hè? Ze zeggen altijd, de grootste komieker zit in de Tweede Kamer. Dus wat dat betreft... Uw reactie daarop, meneer Van Acht. U heeft iets meegebracht. Ja, mag ik dat even doen? Ja, doet u dat maar. Anders zou ik het vergeten, dat zou jammer zijn. Ik heb voor u en voor van die andere komiek... heb ik een exemplaar meegebracht van een leuk boekje... dat vandaag bij mij is aangekomen. Het gaat toevallig, maar dat kan ik ook niet helpen, over mij... ik durf het aan te bieden, omdat de opbrengst daarvan, en ik hoop dat die groot is, bestemd is voor de Polen die de winter in gaan. Dank u wel. Adieu, Dries. Het is voor een hoop mensen een geruststelling, hè? Het staat zwart op wit nu, hè? Adieu, Dries. Ja, niet voor mij, hoor, maar wat dan. Zeg, kende u elkaar eigenlijk al? Heeft u elkaar ooit ontmoet? Ik ken hem van de tv. En verder ken ik... U hem ook? Ik ken hem van de tv en van de radio en hoe. Ja. Oh ja, is dat zo? Weet ik van elkaar ver? Ja, ja. Oh, wat leuk. Oh, enig. Nee, want ik zat te denken, wat is de eerste herinnering van u, meneer Van Acht, over André van Duin? En wat is jouw eerste herinnering aan meneer Van Acht? Herinner je nog het eerste moment dat u hem zag? Dat ja, ja. U zag? Doe maar. Ja, nee, mag ook hoor. Dat was bij, toen zat hij nog bij justitie. En toen was die, ja, was hele toestand en zo. En daar herken ik hem nog van. En toen hadden we ook een grapje en zo over die, die heeft hij niet meer trouwens, die pukkel die op zijn wang zat. En daar ken ik hem eigenlijk van, dus tenminste de eerste keer, laat ik het zo zeggen. Hè. Maar ik ben hem naderhand zeer gaan waarderen hoor, laat ik dat erbij roepen. Want anders kijk ik hem wel een keer helemaal. Nee, van... In de luwte van deze komiek, meneer Van Acht, wat is uw reactie hierop? In die tijd dat ik op justitie zat, gebeurde het ook al dat ik zelfs in het weekend niet van zaterdagochtend tot zondagavond thuis kon zijn. En dan reed ik wel eens op zaterdag eindelijk naar huis, na een lange week. En dan ging de autoradio aan. Ik reed toen nog niet zelf. 1:30 was het, geloof ik, hè? Van 1:30 tot 2:00, juist. Ja, iedere mies, dat weet je toch. En dan hoor ik... dan hoor ik een ontiegelijke hoop lawaai. Ja, kun je wel zeggen. Ja, kun je wel zeggen, hè. En daar als altijd bij de stem van oom Joop. Ja. Daar ken ik hem van. Op zo'n mietere wc. Meneer Van Acht. Oh, dat vind ik één, dat had ik helemaal niet achter u gezond. U en die ik van elkaar fan was, dat vind ik echt heel erg leuk. Zeker, en ik heb nooit gedacht... dat het die oom Joop was van die, weet u wel, van die, van deze business. Nee. Nee, natuurlijk. Zit je even van te kijken, hè? Ja, absoluut, ja. Dat hij het uitgelegd. Nou, ik ga nu eens eventjes naar een serieuze vraag. Want u bent beide markant. Maar op een verschrikkelijk verschillend terrein. Maar in hoeverre heeft u nou dingen samen? In hoeverre lijkt u op elkaar en verschilt u van elkaar? En dat heb ik allemaal opgeschreven. Heren. Bent u een echte Hollander of bent u een Bourgondier? Eén antwoord. Hollander of Bourgondier? Nou, beslist het laatste. Een Bourgondier, en wat mogen we daar aan noteren? Ik ben een echte Hollander, ik weet maar, wat is een Bourgondier? Oh, jij begon. Oh. Nou, nee, ik ben een echte Hollander. Ik hou ontzettend van Holland. Ik ben echt Hollander. Ik vind Holland een fantastisch land. Ik zou nergens anders willen wonen. Anders dat ik bijvoorbeeld België, vind ik de mensen fantastisch en het liefste volk wat ik ken. En de Amerikanen zijn ook erg gastvrij, maar ik zou nergens willen ruilen om me te vestigen. Oh nee, zeker niet. Nee, ik blijf in Holland, hoor. Ja, maar kijk, het verschil is... Oh. Maar ja, wacht even. Nou zou onze vriend de indruk wekken dat ik niet van Holland hou. Dat is er heel erg naast. Ik dacht een Bourgondier, dat had met lekker eten te maken. Een Bourgondier, precies. Een Bourgondier is een Hollander met wijn. Oh, op die manier. Ah, met wijn. Nou, whisky spaart ook wel in, hoor. Maar ik was er nog niet, want hoe bent u beiden thuis, privé, opgewekt of somber?
Doe, het gaat zo goed als hij begint. Hoe bent u? Nou, ik ben vrij rustig thuis, hoor. Er stond toevallig deze week artikel in een of andere blad. En dat klopt wel aardig, hoor. Ik ben geen oude chagrijn of zo, een kluizenaar. Maar ik vind het, ik gedraag mij thuis vrij normaal, hè. Ik loop niet met alpinopetjes en grote jassen aan. Dat zou ook niet gezond wezen als je dat de hele dag doet. Ik doe mijn werk en daarin ben ik komiek. Probeer ik mensen aan lachen te maken. En dat is nu dus het aardig gelukt. Maar thuis ben ik gewoon de rust zelf, ja. Absoluut. En u, meneer Van Acht? Een dolle broek? Ik ben niet lichtvoetig. Nee. Somber en niet. En niet dartel. Nee. Maar wel blijmoedig. Dank u wel, maar ik was er nog niet. Maar in het verkeer. Hetzelfde natuurlijk, hè? Op het werk lachen en thuis rustig natuurlijk. Maar hoe is het nou in het verkeer? Bent u daar een welkome gast in of een groot gevaar? Nu begin ik bij u, meneer Van Acht, want u zit weer voor het eerst na lange tijd achter het stuur. Hoe gaat het? Nou, terwille van de verkeersveiligheid in Nederland ben ik de vorige week begonnen voor het eerst na 11 jaar in een trein te zitten. Hoe was dat? Nou, ik wist... Het viel me tegen hoe duur de kaartjes waren. maar erger was, ik wist de trein niet meer te vinden. Nadat ik in Utrecht was uitgestapt, zocht ik daar naar Hotel Terminus. Maar ik kreeg daar te horen dat het 13 jaar geleden is afgebroken. Ja, en jij? Het was ook maandag toen je met de trein mee ging, hè? Afgelopen maandag was het ook. Het was vrij rustig. Wat zei je? Hoe ik in het verkeer ben? Ja. Ik ben, ik rij meestal te hard, maar wel safe, geloof ik. Maar de heer Van Acht kende jou ook al van justitie. Nee, ik heb nog nooit een bekeuring. Tenminste, niet voor hard rijparkeren en zo, bij legio, maar voor het hard rijden hebben. Ik vind trouwens dat je er ongezellig bent. Waarom kom je niet hierbij zitten? Mies, een beetje in het midden. Dan hebben we een beetje gezellig. We zitten een beetje. Ik vind het zo leuk, want zo zitten ze thuis ook, hè? Met grote zakken chips zo voor die kamer. Ik ga stug door, hoor. Hey. ik begin even hier. Hè? Oh, heel goed. Ja. Meneer Van Acht. Dan lees ik intussen wat. Ja, ik kom zo bij jou, maar meneer Van Acht, iedereen kent u als Dries Van Acht. En dat is ergens begonnen misschien bij Willem Drees, maar bij de heer Colijn heel vroeger was dat niet. Vindt u dat een goede ontwikkeling? Het je en jij zeggen, op de schouders slaan, Dries roepen. Is dat zo als het moet gaan? Nou, ernstig, hoor. Ja, Jan van Schaffelaar had het al. Geen idee, hè? Ja, weet u, ik denk dat het goed is dat blijkt dat gezagsdragers gewone, alledaagse mensen zijn zoals iedereen. Niet beter en niet slechter. Dat is het goede ervan. Maar er zou een grens worden overschreden, en soms gebeurt dat, als die ontwikkeling ertoe leidt dat het gaat ten koste van de achting voor de functie, voor het ambt. Het gaat niet om de drager van het ambt, niet om de persoon die het doet, maar ik geloof dat het ambt van minister-president of welk ander ambt dan ook in zichzelf waard is te worden gerespecteerd. Ja. Zegt u in de politieke kringen wel u tegen sommige mensen? Of tutoieert iedereen in de politiek elkaar? Nou, in de Tweede Kamer wordt zelden met u gewerkt. Ja. Behalve natuurlijk wanneer het officieel wordt gesproken, maar niet in het gewone verkeer. Daarbuiten wel, maar veel minder, daar hebt u gelijk in, dan vroeger. Ja. André, zeggen ze wel eens u tegen... Ja. André, zeggen ze wel eens u tegen jou en meneer? Meneer Van Duin, zegt iemand dat wel eens? Bij de belasting. Maar nee hoor, verder word ik zelden met u aangesproken. Nee. Dus altijd een reetje en...
En over Joop en nou ja, allerlei woorden. Je krijgt de hele dag al die decreten die je zelf creëert, krijg je de hele dag niet aan. Maar nooit meneer Van Duin, zelden. Ja, in België, daar zijn ze altijd alleen meneer Van Duin, mag ik uw hand even, ja. Veel leuk. Vind ik, ja, leuk. Nee, staat er niet op, maar ik vind het wel leuk dat ze het doen. Benijdt u hem? Jawel, omdat hij zo makkelijk praat. U heeft daar ook niet zo moeite mee, dacht ik. Nee, nee, dat is wel zo. Maar ik heb in de loop van de jaren zo vaak mijn hoofd gestoten dat een zekere bevangenheid, een zekere overtrokken behoedzaamheid met zich brengt ten koste van spontaniteit die je vroeger had. Maar u heeft er nog wel, hè? Genoeg over. Oké. Ik had toch iets te klein geschreven, maar ik zie nog vlag staan, dat wou ik vragen. Heeft u een vlag thuis? Ja, ik heb een vlag, die heb ik nog uit de tijd dat ik in de molen woon. Ik heb in de molen gewoond. Ja. En dan met, hoe heet dat, molendag of zo, dan ging de vlag in de wiek. Hele gigantische grote vlag, ik kan hem nu thuis niet bergen, want mijn huis is kleiner dan een molen. Tenminste niet zo hoog. En dus ik heb niks aan die baan, maar een hele grote vlag heb ik thuis, ja. En met wimpel en zo? Nee, zonder wimpel, niet eens een stok. Nee. Heeft u een vlag? Ja, we hebben er één. En met een stok zo groot dat mijn vrouw hem niet alleen kan aanbrengen. Nee. Samen? Wij doen dat samen. En dus, en dus niet zo vaak. Tenminste, de afgelopen jaren was ik zo weinig thuis. Ja. Dat de vlag ook weinig ging. Ja. U heeft beide een druk leven. Wat doet u nou na het werk om u te ontspannen? Fietsen. Fietsen? En vertel even, meneer Van Acht, wat is het heerlijke van fietsen? Nou, het heerlijke van fietsen is... Hoor, het is van een vreemde. Dat je zelfs op mijn leeftijd, en ik ben al over de 50, voor jezelf de illusie overeind houdt dat je nog steeds jong bent. Dat is niet zo, maar het lijkt zo. En dat is, daar klamp je jezelf van vast. En bovendien, het mieterste van is, je kunt het helemaal alleen. Je hebt er niemand bij nodig dan die fiets. En de mensen zijn aardig waarmee u fietst, hè, geloof ik. In het boekje staan er een paar die een mening over u geven. Ja, ik heb een ontzettend fijne club. En die heet DOF. Wat is dat? Ze wachten ook steeds op u, hè? Ja. wat betekent DOF? Wat is DOF? Dat wachten is zo als je de zaak in de spiegel beziet, net andersom. Maar DOF betekent door oefening flink. Door oefening flink. En daar staat nog een lid van die fantastische club. Fred Oster. Die heet Fred Oster. En Tony Eijk doet toch ook mee? Ja, zeker. Ja achter die spiegel. Maar daar heeft u echt plezier in, hè? Ja. Wilt u me nou één antwoord geven wat me zo lang al bezighoudt? Toen met remmers. U had een fiets in de auto. U laadde hem uit. U had u helemaal erop gekleed. U liep door de bossen, keerde bij de eerste boom om en liep weer terug. U heeft nooit gefietst. Hoe kwam dat? Mag ik het eerlijk zeggen? Ja. Omdat ik op zijn uitdrukkelijk verzoek Henri Remmers wilde ontzien. Echt? Oh, wat zal die man een moeilijke avond hebben. Maar goed. Zeg, een andere vraag. Wat moet deed... Moet je weten wat ik... Oh ja! André, oké. Vertel maar van de autopet. Ik kijk ontzettend veel televisie. Ik thuis kom, kijk altijd televisie. Tenminste op zo'n video dan. Hè. Dat is een prachtige uitvinding. En dat is het enige wat ik doe. Ik ben een ontzettende televisieslaaf. Ik zie alles. Ook alle misjes en alle, maar meestal alle komische programma's hoor. Want ik ben wat dat betreft eenzijdig, wat mijn belangstelling betreft. Ik kijk niet naar, ja, ik bedoel, je neemt het wel tot je alle ellende. Maar ik bedoel, ik kijk het liefst naar vrolijkheid, want de ellende komt vanzelf natuurlijk. Hè. En dat was het antwoord? Ja, dat was het. Jongens. Ook niet helpen. Nee. Uw favoriete gedichtregels, versregels. Meneer Van Acht, ik denk, als ik u een beetje goed ken, dat ken ik helemaal niet, maar als ik u gevolgd heb, dat u wel van gedichten houdt. Ja, zeker. Toch is het wat mij nou het meeste voor de geest komt, is niet een gedicht in de ware zin van het woord, maar de beroemde opdracht die Multatuli heeft meegegeven aan de Max Havelaar en die het grote woord van lof spreekt over Indonesië. En die luidt, mag ik het doen, want het is zo prachtig. Hij schrijft daar in dat boek, aan, dus eind vorige eeuw, hè? Aan u draag ik dit boek op, aan u, koning Willem III.
koning, groothertog en prins. Meer dan koning, groothertog en prins. Keizer van het machtig rijk van Insulinde, dat zich slingert om den Evenaar, gelijk een gordel van smaragd. Dat is een van de mooiste dingen die ik ken. Applaus voor u, meneer Van Acht. Nou, meneer Van Duin. Ook van u enkele dicht of vers. Nou, ik kom niet verder als ik heb hele grote bloemkolen. Maar wat ik... Ik ben helemaal niet thuis in de klassieke gedichten en zo. Daar weet ik absoluut niets van. Daar verdiep ik mij niet in. Daar is mijn belangstelling niet zo. Maar ik vind Sinterklaasgedichten altijd erg mooi. Te meer omdat er altijd een cadeautje achteraan zit natuurlijk. En ik vind altijd cadeautjes van... De Sint heeft heel lang zitten denken wat hij nou weer moest gaan schenken. En stilgezwegen, niet verwacht. Maar hup, daar is Boekie van Acht, weet je. Van Acht gesproken, ja. Maar ook over de film van André van Duin. Oh ja, ik heb de film, ik wou hem trouwens aanbieden. Van Acht, u krijgt dus de boezemvriend en André. Ik geef u beiden 30 seconden. Meneer Van Acht, om het boekje aan te prijzen. André van Duin, om de film aan te prijzen. Maakt u zelf maar uit wie er begint. Nou, ik heb er straks al gezegd dat ik een zekere verlegenheid had om over het boekje te praten, omdat het boekje Adieu Dries heet en dus over mijzelf gaat. Althans, voor mij geschreven is in zijn opzet. Maar het is zo aardig dat zoveel mensen in zo korte tijd, pakweg binnen 1 week eigenlijk, meestal zeer druk bezette mensen, echt hun best hebben gedaan om daar een aardige paragraaf in te schrijven, wetend dat het, en daarom prijs ik het zo graag aan en met zoveel overtuiging en warmte, dat, ik herhaal het, de opbrengst ervan bestemd is voor onze Poolse vrienden die een hele moeilijke winter doorgaan en die zoveel mogelijk recht hebben op onze steun daarbij. Dank u wel, meneer Van Acht. Nou, ik mag dus even voor de hele leuke film geworden. En vanaf 8 december, of af 9 december, geloof ik, gaan we in première in 80 theaters. Dus erg veel, 80 kopieën, dus alle gelegenheid om te gaan kijken. En de film heet dus De Boezemvriend. Ik kan het u allemaal aanbevelen. Hij is vooral met de kerstvakantie erg leuk. Het is echt een familiefilm, want daar is zo weinig zoveel behoefte aan. Familiefilm waar je met de hele familie heen kan, met de kinderen, ook mijn oma en opa. En daar is deze film zeer voor geschikt, dus ik mag hem u van harte aanbevelen. Hij is heel leuk geworden, onder regie van Dimitri Frenkel. Een hele leuke film, erg leuke film. Het is waar. Het is waar. Ik heb gezien. Ja, Mies heb hem gezien. Waar ben ik? Mies heb hem gezien, dus die heeft erg gelachen. En ik wil even bijzeggen dat de première in Rotterdam, die is de opbrengst daarvan is ook voor de Polen. Dan zijn we druk met die Polen. Maar ja, je hebt eigenlijk 2 Polen, dus Dries doet voor de ene en ik voor de ander. En de Amsterdamse première, die kon niet, want die levert niks op, die kost alleen maar geld. Maar de Rotterdamse première... De Rotterdamse première, de opbrengst ervan, geven we ook aan Polen. En doet u dat nou ook, hè? Dat u ook wat geeft voor Polen, ja? Jij wou nog iets zeggen, maar dan ja, heel ik wou nog even, nou, omdat meneer Van Acht weg is gegaan, heb ik een cadeautje voor hem meegenomen, waar hij in de komende tijd, denk ik, heel veel plezier van zal hebben. En dat is een reparatiedoosje met banden. Mag ik u beiden hartelijk danken. Ik ben blij dat ik 4 jaar geprobeerd heb om u te krijgen. Dank u wel. Meneer Van Acht.
Met drie komieken voor de bank en in de hoop dat morgenmiddag Feyenoord-Ajax de topper mag worden die u ervan verwacht. Verlaten wij u na 62 minuten met de mededeling.